internationale wedstrijd direct op tijd. Een toptijd. Net iets meer dan een minuut had hij nodig. 6:23 om de finish te bereiken. Dames en heren, winnaar van de Stal de Wever en de Romschiffer Horses Free. Voor Nederland, een applaus voor Dobbel Gartos. Naomi Bonfani in ons midden om de prijzen uit te rekken. Daarom wint hier met El Capon M. Ik sta. Take two. Ja. We gaan opnieuw. Hou vast, hè? Oké. Okay. Ja? Ja? Okay. Ik sta hier bij de winnaar van Stal de Wever en Rob Schipper Horse Prix. CSI 1-ster Big Tour, Doron Kuipers voor Nederland met El Capon M. Doron, van harte gefeliciteerd met je overwinning. Dankjewel. Kun je wat vertellen over je rit? Het liep eigenlijk van start tot finish heel vloeiend. Van zichzelf is het eigenlijk al heel snel. En ja, met name ook in de bochten vandaag hoefde ik eigenlijk geen één keer terug te schakelen. Het was eigenlijk een hele vloeiende rit. Want rij je elke pony helemaal lang? Ja, ik heb hem nu denk ik 2 jaar. En wat voor type paard is het? Hij is heel scherp, heeft heel veel bloed. En vooral in de ring is het echt een onwijze meewerker. En wat voor paarden rij je nog meer tijdens jumping schuiten te bergen? Ik heb verder nog 1 6-jarige mee en daarnaast 2 8-jarige. En wat vind je van jumping schuiten te bergen? Ik vind het zeker een heel mooi concours. Met name de ring is heel groot. Dus je kan lekker veel galopperen. En daar hou ik wel van. Want je bent een ruiter vanaf het eerste uur. De eerste editie heb je ook al meegemaakt van jumping schuiten te bergen. Wat vind je de grote veranderingen die hier hebben plaatsgevonden? Ik denk vooral met name de bodem. Dat ze dat hebben veranderd is denk ik wel echt het beste idee geweest hier. Oké. Nou, dankjewel. Geniet van je overwinning. Ga ik zeker doen.